De AV-kabel, schroeven om op te hangen, indien nodig, en de monitor met zijn houder. Dit is de unit voor in de babykamer. Je ziet hier de camera, de speaker, een microfoon. Bovenop zie je de antenne en een lichtje. Aan de zijkant de aan- en uitknop. Dit is de temperatuursensor. En aan de andere zijkant de volumeknop, de eco-knop voor het minder energieverbruik en de sensitivity-knop om binnenkomende geluiden harder of zachter te zetten. Onderin zit de pairing-knop, dat is een beetje moeilijk te zien, dat is hier. En die gebruik je om de unit te synchroniseren met de monitor. Daar gaat het netsnoer in. En als je geen netsnoer gebruikt, dan kunnen hier de batterijen in. Dit is de oude unit met zijn docking station. Achterin de ingang voor netsnoer. En op de monitor het 3,5 inch scherm. Menuknop, navigatieknop met bevestigingtoets, scanknop, microfoon waarmee je je kindje toe kunt spreken. En als je dat doet, moet je die knop ingedrukt houden. Dit is de knop om muziek af te spelen, met daaronder de knop om door te spoelen. De terugspreekfunctie, zoals ik net al zei, en de aan- en uitknop. En daaronder zit de gleuf voor de SD-kaart. Aan de andere kant zit de ingang voor de kabel naar de televisie. Ook weer een ingang voor netstroom. Daarboven zit een LED-lampje. Als die rood is, dan betekent dat dat je aan het opladen bent. En daarboven de aan- en uitknop van het lichtje in de babykamer. Daarboven weer de volumeregelaar van het alarm. En het alarm stel je in als je denkt dat je niet zal wakker worden van het geluid van je baby alleen. De recordknop is om op te nemen. En deze knop is om de antenne eruit te halen. Aan de achterkant zit de speaker en een voetje om de monitor neer te zetten. Zoals je ziet staat de camera nu aan. En dit is het beeld wat hij geeft op de monitor. Het menu kan je ook raadplegen via de monitor. En dat ziet er zo uit. De instellingen zijn een tiental opties, waaronder bijvoorbeeld datum en tijd instellen. Maar ook de helderheid van je beeld. Verder ook opties om op te nemen, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit, in welk formaat wil je opnemen, maar ook bijvoorbeeld wanneer wil je per se opnemen. Dat kan je van tevoren instellen. En dan verder nog de synchronisatieknop en de auto.